even de stand van zaken voor het Lilianenfonds. We hebben tot nu toe 1675 gulden, met die extra 50 gulden van meneer Torenaar en meneer Baantjes. 1800 gulden was het streefbedrag, dus er blijft 125 gulden over. Nou, dat moet te halen zijn en we hebben twee hele leuke gasten. Ze komen uit de politiek. Zij wordt het snelsprekende Kamerlid genoemd en hij een van de meest kleurrijke. Ik heb het over Jeltje van Nieuwenhoven van de PvdA en Hans Dijkstal van de VVD. Ik kom weer in het midden uit. Nou, dit zijn ze dan. Jeltje ken ik, maar meneer Dijkstal niet. Mag ik Hans zeggen? Graag. Ja, oké. Okay. Maar ik begin even met jou, Jeltje. Jij bent mediaspecialist voor de PvdA. En je bent dus nu gast bij de commerciële omroep. Leuk ja. is dat, hè? Ja, ja moet kunnen. Hè? Moet kunnen, hè? Ja, vind ik ook. Ja, ja feiten ja. moet je niet gaan bestrijden. Zo is dat. En wat zijn jouw favoriete programma's? Nou, ja, dat is waar heel verschillend. Ik kijk heel graag naar gewoon lekkere soap. Gewoon lekker lachen. Gewoon lekker niks. Een beetje lekker niks, ja. Zo is maar dat. Je hoort natuurlijk te zeggen dat je informatieve programma's ook leuk vindt. En op zijn tijd vind ik dat ook wel eens. Ja. Wat vind je van het Lilianenfonds? Even kort. Vind ik erg mooi. En het is altijd erg leuk dat we hier vanuit Nederland geld sturen naar de problemen die daar zijn. Ja. Daar ben ik erg voor. Goed. Ja. Nou, naar Hans. Hè? Ik heb gehoord dat je hobby's zijn toneel en muziek. Hè? Ja. Hoe actief ben je? Want je hebt het ook druk natuurlijk. Ik ben actief. Ik speel saxofoon. Ja, goed? Ja. Nee. Dat wow. niet. Nou, een beetje. Nou, toch wel, redelijk hè? Goed, hoor. Ja, hij is een beetje bescheiden nu. Ja. Ja. Zou je een goede kandidaat zijn voor Showmasters? Nou, dat weet ik niet, hoor. Want ik vind het wel erg knap wat die mensen hier doen, hoor. Ja? Ja, ik vind het erg knap. Oké, nou, we gaan kijken hoe jullie het spel spelen, Supermat. Hè, want het gaat om het Lilianenfonds. Wie van jullie gaat als eerste? Ik mag als eerste. Ja? Oké. Okay. Ja. Succes. Dank je wel. Maria, hoe gaat het tot nu toe? Hartstikke goed. Op moet drie keer, hè? Ja. Dames en heren, Jeltje van Nieuwenhoven, Partij van de Arbeid, Kamerlid. Hartstikke te gek dat je er bent. Doe je schoenen even uit. Niet op mijn stip natuurlijk. Zo. Ja? Kan die? Ik ga op de stip, jij gaat op het vlot. Het aapje komt eraan. En dan gaat het beginnen. Lieve Jeltje, en nu springen. Hartstikke goed. Ja, nog een keer, Jel. Nou, geweldig zeg, dames en heren. En dan onder. Nou, kijk. Gelijk moeite met het CDA. Hoe kan dat nou? Komt wel vaker voor. Ja, geeft helemaal niet. Blijf op die rode stip. Lieve Jeltje, wat doe je me nou toch aan? Ik blijf gewoon zo zitten. Je blijft gewoon zo zitten, je hebt gelijk. Nou kijk, dit is hem dus gewoon. En nu eroverheen. En ja, lieverd. Sneller op dat CDA, hè, gewoon. Sneller op die stippen. En zakken. Ja, daar komt hij. Nou ja, je doet het ook heel goed. Kijk eens even, we hebben 125 punten. En de wonder. Ach, mijn lieverd, je bent... Ik haal je eruit, ik red je onmiddellijk. Je blijft zitten, je blijft... Goed zo, en eroverheen. Hartstikke goed. De keien! Lieverd, de keien naar links. Terug naar de start. Ja, heel goed. En zodra die gaat lopen, ga je gelijk springen. Ja, helemaal goed. Ja, in het midden. En de rem. Oh, lieverd, te laat. Komt wel. Komt goed. We hebben al 225 punten voor het Lilianenfonds, dus er kan niks meer misgaan. Links! Oh, god kind, wat doe je toch allemaal met me? Blijf op die start staan, daar gaat ie. Jeltje, naar links. Ja! Naar rechts. Dat was te laat. Je moet steeds door het midden, hè? Je moet steeds ontzettend lastig. Ja, dat is heel erg vervelend, maar het is niet anders, we kunnen er ook niks. Maar ik vind het al heel goed, want we hebben al 275 punten, dus niet te geloven. Dat moeten we hebben, daar gaat het ook om. Ja, naar rechts. Nee, kom lieverd, niet hij door. Hij staat links, dus je moet eerst even met twee voeten op start. En dan gelijk op rechts. Ja, kijk, dit is hem. En gelijk met maar het schildpadje was er eerder. Nou ja. Het schildpadje was al eerder. Helemaal niet erg. Lieve Jansje, wil je plaatsnemen? Neem graag, de mee. Graag. En dan we gaan kijken hoe Hans het ervan afbrengt. Ik hoop dat het beter gaat. Lieve Hans. Hallo. Zet hem op, hè. Zo vind ik als een hele goeie. En we hebben een hele hoge score. Ik weet het al niet meer, maar is ook niet zo belangrijk. Dat weten we straks, want we gaan het optellen. Hans Dijkstal. Hallo. VVD. Hallo. Wat voor kleur is dat? Blauw. Blauw, die hebben we. Oh, dat is de rand, maar daar bereik je niks mee. Nou, het zit toch wel in het midden, hoor. Ja? Ja maar wij moeten natuurlijk geld voor dat Lilianenfonds ontzettend snel bij elkaar en zoveel mogelijk. Dus Hans, ik hoef je niks meer uit te leggen. He? Ik heb gehoord dat je geweldig saxofoon speelt, dus je bent een hele erg grote concurrent van me. Geef ons lieve schat veel succes en ren op de rode stippen. Doe de bril op.
We gaan ervoor staan. En als je het niet redt met CDA, dan help ik je. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, daar gaat Hans Dijkstal. Ja. En eroverheen. En nog een keer. Hans, geweldig. Hans Bukkie, nou, met dat gigantische 72. En erover. Oh! Dat is toch Hans, de moeilijkste. Wat doe je met me? Nee, dit kan niet hoor. Ja, 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 ik ja vind... dat kan. Hij is toch, vind ik... Oh. Even loslaat. Even loslaat als je wil. Ja? Nee, pas... Ja. Nu, ja, ja. Hartstikke... En eroverheen. En eroverheen. Oh. Helemaal te laat. We hebben toch al 150. Dus geeft helemaal niks. Gaat goed. Ja, en eroverheen. Ja, de ken je. Links. Goed zo, Hans. En de rechtshand. Oh, wat een... Links. Wat een kantje is dit. En de rechts. Oh. En de links. En de rechts. Ja. Zoiets geweldigs heb ik nog meer met nog nooit meegemaakt. Ik weet niet meer wat je verdiend hebt. Ik vind je hartstikke te gek. Dames en heren, Hans Dijkstal en Jantje van Nieuwenhoven. Nou zeg, oh. Wat ben jij heerlijk enthousiast. Ja, ik vond het zo goed. Ja, dat was het ook. Ja. Nou, totaalstand. We kijken eventjes op het speakboard. Ja. We hebben in totaal 2375 gulden. Nou, ja, hallo. Ja. Hallo. Het streefbedrag was 1800 gulden, dus we hebben 575 gulden over en dat gaat gewoon door naar de volgende show. Nou, ja. Ik vind het geweldig. Super, hè? Ja, ja. Hartstikke dankjewel. Maar ook dankzij jou. Dankjewel. Ja.